Het Dendron College organiseerde woensdagavond in het gasthuis het Dendron Muziekgala. Een avond vol bijzondere klanken, want de talenten die op het Dendron rondlopen, traden zelf op. Wat vind je het leukste van de avond? Dat wij met z'n allen muziek kunnen laten horen aan de mensen. En zou je in de toekomst nog iets met muziek willen? Of naar de verder om muziekschool, et cetera? Misschien de kinderjuf en dan muziek geven of iets. Laten zien vanavond. Of wat doen jullie? Ik ga zingen. Ik ga ook zingen vanavond. Wat gaan jullie zingen? Never Enough van Lauren Allred. En ik tattoo van Lorien. Zo. En waarom doen jullie mee? Ik vind het gewoon heel leuk om te zingen. Tot nou toe. Ja, erg leuk. En wat doet het gedaan? Ja, super knap van allemaal die leerlingen die daar staan. Mega divers en ieder zijn eigen talent. Ja. Hebben jullie bekenden erbij of zo? Nou, wij komen voor haar dochter, die doet mee. Ja. Dus je bent apentrots? Ja, heel trots. Ja, ja. Wie was jouw dochter? Demi Wijna. Verdere plannen. Gaan jullie later in de muziek? Is dat de bedoeling of vinden jullie dit gewoon alleen leuk? Het zou leuk zijn, maar die kans is natuurlijk wel klein dat je echt wat bereikt in de muziek. Dus, nou ja. Ja, zeker. Zingen is natuurlijk heel leuk en als hobby zeker, maar voor later iets mee te doen is gewoon de kans heel klein. De opa van een van de artiesten. En hoe vond u het? Ik vind het geweldig, ja. En natuurlijk apentrots, hè? Apentrots ook, ja. Maar niet alleen op onze kleinzoon, maar Simon is dat. Maar ook op de anderen, want ik vind dat ze daar een mooie prestatie neerzetten. De Muziekgala is eigenlijk een muziekavond, zo zou je het kunnen noemen, waaraan leerlingen en docenten meedoen die op het Dendron zitten. En het gaat vooral om de muziek. En waarom wordt het georganiseerd? Waarom? Omdat dat natuurlijk hartstikke mooi is en we hebben heel veel talenten op school rondlopen. En wij kunnen als school natuurlijk een podium bieden voor al dat talent wat bij ons zit. Wat
kunnen we allemaal verwachten? Nou, echt van alles. Er zitten echt alle stromingen zitten erin. We hebben er klassieke muziek in zitten. Er zit een koorzang in. Er zit een band in. Er zit hardrock in. Er zit musical in. Het is echt, je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erin. Zeven jaar geleden, midden in Parijs, onder aan de trap van een oud paleis. En ik keek in jouw ogen en jij in die van mij. Een enkele seconde en toen was het al voorbij. Maar die seconde werd een dag, die dag die werd een maand. Die maand die werd een jaar en toen pas kusten wij elkaar voor de allereerste keer. Daarna niet zoveel meer, je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Nou, het leukste vind ik wel dat je de leerlingen die in het voetlicht komen, die vaak boven zichzelf uitstijgen, die over een drempel stappen door hier gaan te staan, want het is best wel wat. En dat vind ik zelf het mooiste aan de avond. Dat leerlingen die kans krijgen aan die drempel over durven. Dat is gewoon echt, want dat is best wel wat voor jongeren. En wat krijgen we vanavond van jou te zien of te horen? Het liedje Everlong van de Foo Fighters. Zo. En waarom doe je mee? Omdat ik heel erg van muziek hou en ze vroegen mij om basgitaar te spelen.